Uiteindelijk denk ik nog meer dan in andere vormen van fotografie speelt licht bij het fotograferen van gerechten een heel belangrijke rol. Licht gaat bepalen hoe dat kleuren eruit zien, hoe dat vormen eruit zien, welke schaduwen dat je krijgt. Dus licht is wel zeer belangrijk. Ik ben Pieter Doop. Ik ben culinair fotograaf. De reden waarom ik niet graag de term foodfotograaf gebruik, is dat het voor mij veel ruimer gaat dan enkel de gerechten. Voor mij draait het rond een totaalpakket, het interieur, de sfeer, de gerechten, van chef tot afwasser. Vandaag zijn we in Fragma in Leuven. We zitten hier met een dakvenster en licht die van heel hoog het restaurant binnenkomt. En ik ga proberen om dat ook tijdens het nemen van de foodfoto's te gebruiken. Dus eigenlijk het licht, maar ik ga het wel kunstmatig doen, dus met continulampen. En te zien wat dat geeft. In alles wat ik doe, probeer ik alle dingen zo te fotograferen dat het echt is. Het gerecht moet voor een klant kunnen staan. Net hetzelfde als of dat voor de foto is. Als er mee geprutst wordt en het is niet meer echt, dan hoeft het voor mij niet meer. Iedere chef heeft zijn eigen stijl en uiteindelijk is het de bedoeling dat je die stijl ook in de foto's terugbrengt. Ieder restaurant heeft een eigen sfeer. Op het moment dat je binnenstapt voel je iets van dat is hier donker of dat is hier licht. Het is hier wat meer rock and roll of het is wat stijver. En dan moet je proberen ook van die stijl in die foto's te brengen. Dus uiteindelijk zit de persoonlijkheid van de chef daarin, maar ook de sfeer van een restaurant. Uiteindelijk maak je foto's van de creaties van een chef. Een chef die zijn lat zeer hoog legt. Moet zorgen dat mijn lat minstens even hoog ligt of misschien nog hoger ligt om die chef tevreden te houden. Het is bij beiden streven naar perfectie. En dat vind ik ook wel leuk. De chef gaat sneller tevreden zijn van mijn foto dan dat ik zelf tevreden ben over een foto van mij. In mijn ogen heb ik nog maar 5 goede foto's gemaakt. Ja, het streven naar perfectie, het altijd beter willen doen. Ja, ik denk dat dat er gewoon is. Ik denk als dat er niet is, dan zou ik er beter ook mee stoppen, denk ik. Ik wil altijd meer, ik wil altijd beter, ik wil altijd bijleren vooral. Ik leer iedere dag bij. Het licht is anders, de invalshoek is anders, het zijn andere chefs, andere gerechten, andere mensen. En dat maakt het gewoon leuk. Het is iedere dag anders.